Deze charmante visserswoning is eigenlijk een klein museum met focus op de historische evolutie van kokzijde. Maar verwacht je zeker niet aan een saai museumbezoek. Nee, want Jommeke en zijn vriend Flip nemen ons mee terug in de tijd aan de hand van tekeningen van Chef Nijs en de oude typische postkaarten. Voor de kleinsten is er hier een doe-atelier waarmee dat ze op ontdekkingstocht kunnen gaan door het museum. Oh, en trouwens, elke maandag in de vakantie kun je hier om 2 uur een rondleiding volgen, speciaal voor gezinnen. Nu is er op deze strandcabines nog niets te zien. Maar vanaf 20 mei worden ze weer getransformeerd tot kunstige cabines. Met Het leven in de duinen haalde Cabin Art dit jaar zijn thema uit de geschiedenis van Sint-Idiswald. Cabin Art kun je bezoeken van 20 mei tot 10 september. Wil je meer weten over de kunstwerken? Dat kan. Want elke zaterdag tijdens de zomervakantie start er vanaf toerismebureau Sint-Idiswald een rondleiding om 10:30 uur. En daar kun je ook een wedstrijdformulier halen om jouw top 3 te stemmen. Heb jij je ook al afgevraagd wat dit is? Dit is een van de 24 kunstwerken die verspreid staan over heel de Westhoek. Ze brengen sporen uit de Eerste Wereldoorlog weer tot leven. 6 kunstenaars gingen aan de slag met natuurlijke materialen om voor elke verdwenen plek een unieke herinnering te creëren. Via de Erfgoed-app kom je nog meer te weten over de lokale geschiedenis en het kunstwerk. Ook de catalogus Onzichtbaar Landschap bundelt al deze werken en is vanaf deze zomer te kopen bij de toerismedienst. Met Joël Dubois halen we de kleurrijke maar gedurfde tentoonstelling Private Parts in huis. Joël wordt geïnspireerd door de constante stroom aan foto's en video's op het internet. En ze confronteert de kijker ook met expliciete beelden uit het privéleven. Onderwerpen als gender, seksualiteit en fetichisme gaat Joël ook niet uit de weg. Tijdens deze tentoonstelling kan en mag je je nieuwsgierige aard tonen. Joël geeft je de kans om binnen te gluren en getuige te zijn van wat zich achter gesloten deuren afspeelt. Naast onze langere expo in Kunstcentrum ten Bogaarde hebben we natuurlijk ook verschillende kleinere expo's. Zoals hier in deze knap gerestaureerde kapel van de Rozenkrans. We starten hier in juni met een duo-tentoonstelling van vader en zoon, Fernand en Geert van der Planken. Daarna volgt de expo I Am the Dragon van Elke Andreas Boon. En daarna kun je hier komen kijken naar Only the Wind van Bert de Geiter. En afsluiten doen we hier met De Wieg van het Heelal van Francesco Francera. In het toerismekantoor van Ossuinkerke, Galerie Wellness, kun je ook naar tentoonstellingen gaan kijken tijdens hun openingsuren. Daar kun je de tentoonstelling van Brunhilde Borms bekijken. Daarna Nele Kamerlink en Eva Swennen. En eindigen doen we daar met Jan van den Driessen. En natuurlijk mogen we ook onze Keunenkapel niet uit het oog verliezen. Naar jaarlijkse gewoonte starten we daar met de tentoonstelling van het 11 juli-comité. Daarna worden zij opgevolgd door Bruno Gorazzini en Herman Abbé. Zeg, en vergeet ook onze beeldentuin niet te bezoeken. Dat is ook altijd een bezoekje waard. Al onze tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken. En wil je meer info over de openingsuren en de data, dan kan je daarvoor terecht op www.kokzijde.be/tentoonstellingen. Mooi, hè? De Villa Santa Cruz bovenop een duintop. Wist je dat deze villa in de jaren 30 in Art Deco-stijl is opgebouwd? En wist je dat deze villa nog maar onlangs prachtig gerestaureerd werd? Oh, en wist je dat je ook invloeden vanuit de pakketbootstijl kan terugvinden? Kijk maar naar die buisvormige leuningen en de oculi, de ronde ramen. En wist je dat je hier in de omgeving dat er ook restanten van een Duits steunpunt uit de Tweede Wereldoorlog zijn teruggevonden? Nee? Ah, dat is niet erg hoor, ik wist dat ook niet. Maar dit zijn wel enkele van de weetjes die je hoort op de rondleiding Ossuinkerke van Vissersdorp tot Badplaats. En wist je dat we ook een ontzettend groot aanbod hebben van rondleidingen? Wil je meer weten hierover? Ga dan naar www.kokzijde.be/rondleidingen. En daar kun je alles terugvinden over ons programma en het aanbod.